Eens even kijken. Dan, zal ik dan weer de eerste doen? Ja, dat doe ik. Dan doe ik de tweede. En ja, zo gaan we door. Drie. Ja, ja, nee, lijkt ja. Me helemaal goed. Oh, wacht. De kijkers zijn er al. Oh, ja. Hallo. Hi. Dag. Daar zijn we weer. De presentatoren van het Elburgse Sinterklaasjournaal. Kees. Ja, en Freek natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Ja. Ook, ja, ja. Want ook dit jaar is er natuurlijk weer, oh, kom maar eens kijken, het Elburger Sinterklaasjournaal. Zeker weten. En we staan nu zo ver uit elkaar, ja, omdat we het natuurlijk wel goed corona-proof moeten doen, hè? Ja. Dus ja, Kees, jij hebt nou het microfoontje op, maar dat moet je wel even goed schoonmaken voordat ik het krijg. Ja, anders dan is dat niet goed. Nee, 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 nee. Maar jullie moeten dit jaar allemaal echt wel weer kijken, ja, want we gaan weer heel veel leuke dingen zien. Ja, dat kan niet missen. Dirk Dweltje is er weer, hè? Natuurlijk. En Ria Rommel is er ook. Nou, ze zijn er allemaal weer. Het wordt geweldig, dat weet ik zeker. Kijk je? Maandag 9 november. Dat is de eerste. Oké, okay, tot dan. Tot dag. Dag, hè? Dag. Ja, goed. Dus ja, heb jij al contact gehad met Marius over dat weer? Ja, dat gaat goed komen. Oh, en heeft hij ook weer die geweldige spullen? Hij was alweer druk aan het schrijven. Ja, dat zuigt hij zo weer uit zijn dikke duim. Nou, oké, okay, jij dus dan weer drie? Ja.